Hallo allemaal, ik ga nog eens een Duty unboxing doen. Deze maand, die van de maand juni, uiteraard. Ik heb hem net gehaald. Ik heb er wel wat foto's van gemaakt, maar ik wil ook graag een filmpje daarover maken. Om toch even te zeggen wat ik ervan vond. Ik heb hem al op verschillende blogs gezien. In bijna elke box, of ja, in alle boxen hetzelfde, behalve één product, dat kan verschillen per box. Dit is zowat. Daar viel bijna iets. Dit is de inhoud. Er zitten wat kaartjes bij. Dat is maar bijkomstig. We gaan het direct over de producten hebben. Eerst en vooral een full size in de box. Ja, is dat uiteraard in een doosje. Ik heb hem al even eruit gehaald. Dit is Eta Pure. De Active Pure lijn. Dus dat is een lijn van Eta Pure met actieve stoffen. En er zijn 7 verschillende flesjes van in omloop. Dus het kan zijn dat je een ander flesje dan mij hebt gekregen. Ik heb nummer A92 gekregen. Dit is een full size, die kost €14,80. En dit is met paardenkastanje, als ik me niet vergis. Ja. Dus een molecule die wordt gewonnen uit paardenkastanje. En dat zou perfect zijn voor zware benen. Wat ideaal is, want ik ben net beginnen lopen met Start to Run. Ik heb les 1 en 2 achter de rug. En ik merk dat wel dat mijn benen vermoeid zijn. Ze zijn niet gewend om te lopen. Ik heb wel wat last van zware, vermoeide benen. En dan kan ik dit wel heel goed gebruiken. Dus hier ben ik echt oprecht heel erg blij mee. Dan zit er North Full Size in. En dit is een zeepje. Een zeepje van L'Amazona. Dat gefabriceerd wordt in Aleppo in Syrië. Een natuurlijke zeep. Of traditionele zeep ook, die blijkbaar over de hele wereld bekend is om zijn natuurlijke eigenschappen. Er zit laurier en olijfolie in. Het zou geschikt zijn voor alle huidtypes. Nu, het zou naar jasmijn ruiken. Dus dit is hoe dat het zeepje eruit ziet. Het is zo echt een traditioneel zeepje. Ik vind de geur niet zo heel erg interessant. Het is wel heel natuurlijk. Nu, op zich ben ik niet zo'n fan van zo'n blokzeep. Ik gebruik het niet zo graag. Ik heb echt graag vloeibare zeep. Ik gebruik een douchepuff en dan schuimt dat zo lekker. Nu, mijn vriend daarentegen, die gebruikt zoiets wel heel graag. Dus het zal naar hem gaan. Nu, L'Amazona. Ik ga heel kort terugkomen op de vorige box. Ik weet niet of je deze doekjes nog herinnert. Het zijn wel die roze reinigingsdoekjes. En ik had het toen al mijn twijfels geuit. Omdat het zogezegd alle make-up van je gezicht moet halen, ook je oogmake-up, enkel met warm water. Nu, ja, nee. Nee, dat is niet het geval. Ik had al gezegd, ik draag heel vaak een full face make-up. Als je beweert dat dit alles eraf kan halen, dan moet het ook echt wel een sterk product zijn. En dat was het niet. Mijn gezichtsmake-up, dat ging nog wel. Hoewel ik toch wel moest trekken en schuren en boenen. En ik heb dat niet zo graag. Ik heb graag een iets zachtere manier om mijn make-up eraf te halen. Met een reiniger, een melkreiniger of een ander soort reiniger. Op mijn ogen was het een regelrechte ramp. Echt een ramp. Ik zag eruit als de Joker. De voorfoto zou zijn geweest dat ik make-up op had. Alles eigenlijk. Fondant, primer, blush, bronzer. Op mijn ogen primer, oogschaduw, eyeliner, oogpotlood, mascara. De nafoto, ik heb geen foto getrokken, want het was gewoon te verschrikkelijk. Je zal me mijn woord moeten geloven, maar ik zag er dus gewoon uit als de Joker. Zo heel zwart, omrande ogen, tot hier ongeveer. En dan liep het zo nog een beetje naar beneden. Ik zag er niet echt schoon uit. Dus ik heb er maar eentje gebruikt. En dat was zo'n tegenvaller dat deze is ongebruikt. Maar ja, ik zie dat niet meer zitten om die nog te testen. Het zeepje zal waarschijnlijk beter zijn. Ik ben daar zeker van. Maar ik wou toch even nog laten weten wat ik ervan vond. Dat je een beetje een follow-up hebt op de vorige doos. Is dat naar mijn vriend zal gaan, naast het zeepje, Eucerin, scheerschuim. Wel een heel fijn formaat. Het is eigenlijk een soort van extraatje, want het staat niet in de lijst van het menu van de maand, maar staat op de achterkant. Dus dat je liefje man of je beste vriend daar ook iets aan zal hebben. Dus ik vind dat wel vriendelijk. En als mijn vriend het niet moet hebben, dan gebruik ik het gewoon voor op mijn benen. Kan geen kwaad. Trouwens wel een heel handig formaatje voor op reis.
Dan komen we aan huidverzorging, deel 2. De vorige was een full size, dit is een staaltje. Estée Lauder Revitalizing Supreme is een globale anti-aging crème. Dit is zo een staaltje van 5 ml dat je dus gewoon in de parfumerie kan krijgen, gratis. Normaal gezien, als je de crème zou kopen, 50 ml, betaal je €85. En dit is een staaltje van 5 ml en dat zou dan in theorie een waarde betekenen van €8,50. Nu, ik zeg in theorie omdat ik hier zo wat gemengde gevoelens bij heb. Er zat nogal eens zo'n staaltje in de box. Op zich vind ik dat wel leuk, omdat je dan dingen kan uitproberen. Aan de andere kant is dit gewoon een freebie. Dat haal je in de parfumerie. Als je dit product zou willen proberen, dan vraag je aan de verkoopster of dat ze staaltjes hebben van deze crème, dan krijg je zoiets mee. Dus ja, vind ik het een meerwaarde in de Dutybox? Niet echt. Ik vind het zelfs niet... Allee ja, dit is echt wel een mini staaltje. Dit vind ik een staal. Dit vind ik een freebie. En het is niet dat ik het niet ga gebruiken, maar ja. Het is niet dat ik er zo laaiend enthousiast van word, ook niet. Dan, eindelijk, make-up. Nu, ik moet zeggen, een klein beetje teleurgesteld. Ik ga daar heel eerlijk in zijn. Ik had iets anders verwacht. Ik denk een week of twee geleden werd er zo geteased op Facebook en op Twitter van Juicy uit dat ze twee make-up producten, twee full-size make-up producten in de box zouden hebben zitten. En ja, mijn fantasie sloeg gewoon op hol. Want als je naar de merken kijkt waarmee dat Duty werkt, ze hebben een lijstje op hun website staan. Ik bedoel, daar zitten allemaal van die degelijke parfumeriemerken, high-end merken, apothekersmerken, professionele merken in. Dus ik had al zoiets van, amai, wat gaat daarin zitten? Twee full-size make-up producten, dat gaat wel iets heel ferms zijn. En als je dan ziet dat het twee Catrice producten zijn, zonder Catrice te willen afbreken, want het zijn zeker geen slechte make-up producten, maar Catrice koop ik in het kruidvat. Dat hoef ik niet in een ontdekkingsbox te vinden. En zeker niet in een box te vinden die claimt samen te werken met ja, toch wel iets duurdere high-end merken. Ja, dan lijkt het mij zo'n beetje een poging om make-up in de box te voorzien. Maar dan... ja, het is niet echt helemaal geslaagd. Enfin, zwart. Ik ga daar niet flauw over doen. De producten op zich zijn best wel oké. Eerste is een lippenstift, rood, niet zo'n evidente kleur. Nu voor mij persoonlijk, ik zal wel eens rood dragen, maar het is niet een lippenstift die ik dagelijks zal proberen. En ik denk ook dat heel veel mensen een beetje afgeschrikt zijn door rood. Qua timing, ik bedoel, we zijn nu toch wel officieel zomer, had ik misschien liever een koraalroze kleurtje gehad, omdat dat toch wel iets meer de trendkleur is van het moment. Het is wel een hele mooie rode kleur en als je nog nooit rood geprobeerd hebt, is dit wel het moment om het eens te proberen. Maar ja, goed. Had misschien beter gekund, denk ik dan. Kost trouwens €3,99 in het kruidvat. Hoef je echt niet de Dutybox voor te bestellen, ga gewoon zelf halen. Hij heet trouwens nummer 260, It's a Matte World. Dan nog een Catrice product en dit is dan oogschaduw en dit is het Absolute Matte oogschaduwpalet. Goh ja, ik heb hem daarnet ook al proberen open doen, want ik heb wel al foto's getrokken en het zit een swatchje. Maar ik krijg dat dus niet gemakkelijk open, hè. Voilà. Dit is een oogschaduwpalet, 6 kleuren, heel neutrale kleuren. Daarom ook wel geschikt voor heel veel mensen. Dus in tegenstelling tot de rode lippenstift, denk ik dat hiermee veel meer mensen content zullen zijn. Ook deze is dan full size en het kost normaal gezien €4,99. Maar ja, hetzelfde geldt als voor de lippenstift. Als je deze wil, dan ga je gewoon naar het kruidvat. Dan hoef je geen abonnement te nemen op een Dutybox. Ik heb ze geswatcht. Het zijn redelijk mooie kleuren. Dus ik denk dat ik ze wel goed ga kunnen gebruiken. Ik weet nog niet hoe dat ze zich op mijn oog verhouden. Of ze gepigmenteerd blijven, of dat ze mooi blijven. Daar kan ik mij niet over uitspreken. Maar ik ga deze wel eens testen en ik ga er een review van proberen maken. Dus goed, er zit make-up in de box. Ze hebben niet gelogen. Er zit wel degelijk make-up. Twee full-size producten in de box. Maar ik ga ook niet verbergen dat ik redelijk teleurgesteld ben. Ik had andere merken verwacht. Ik had
heb waarschijnlijk te hoge verwachtingen. Het zal aan mij liggen. Het ligt aan mij. Ik heb te hoge verwachtingen. Ik had niet moeten denken dat er van apothekersmerken of high-end merken make-up in de box zou zitten. En ik moet blij zijn met Catrice make-up. Sinds de sarcastische ondertoon. Het is niet dat ik niet content kan zijn met Catrice, maar ik koop het dan liever zelf. Dus wat. Dus ik weet niet wat jullie vinden van de box. Ik ben redelijk teleurgesteld. Ik ben wel heel, heel blij met deze. Echt waar, oprecht. Geen sarcasme. Ik ben heel blij met Etapur. De zware benen, het is een match made in heaven. Alsof ze wisten dat ik het nodig had. Dus dankjewel. Hier ben ik echt heel blij mee. Deze twee producten die gaan dan naar mijn vriend. Deze kan ik in de parfumerie gaan halen. Gratis. En deze kan ik gewoon in het kruidvat kopen. Dus ik vind het een klein beetje een dompertje. Een dompertje vlak voor de vakantie. Misschien dat een volgende box beter is. En laat me weten wat jij ervan vindt. Misschien denk jij er anders over. In elk geval, dankjewel voor het kijken. En tot de volgende keer.